Yo, gast. Yo. Alles rustig aan? Ja. Ah, nee. Lekker man, lekker man. Ja. Ja, toch raar dat ik jou hier tref, hè? Ja. Ik zie je normaal nooit. Nee. Ja, maar ik moest u eigenlijk wat vragen, hè. Ah ja? Ja, ik heb een bericht gekregen van die Erik. Erik? Wat moest hij van u? Ja, hij vroeg of wij samen een pakketje konden ophalen, hè. Wat voor pakketje? DHL of zo? Nee, net een coke voor hem en de groep. Coke? Maar dat is kei illegaal, hè? Allee, we hoeven dat toch niet te gebruiken? We hoeven dat toch helemaal niet te nemen? Kun je dat niet zelf gaan ophalen, hè? Waarom moet ik daarbij zijn? Alex, jij wilt toch ook bij de groep horen? Ja, natuurlijk wel, maar daar hoef ik toch niet voor in de bak te belanden, hè? We gaan echt niet in de bak belanden. Plus, we krijgen ons geld direct. Ah ja, hoeveel geld dan? 300 euro per persoon. Oh. En dan kunnen we gelijk naar dat Macwood concert. We hebben altijd naartoe. Fleetwood Mac. Ja. Oké, okay, maar hoe laat is dat dan? Om 2 uur, dus we moeten echt zo gaan. Ah ja, oké. Okay. Hey, maar ik doe dat echt alleen voor dat geld, ja, hè? Let's go, gast. Allee zeg, je stond alleen deze locatie, maar er is niks. Ah ja? Maar ik zie daar iets liggen. Allee zeg, ga halen dan. Waarom moet ik dat halen? Allee zeg, ga je alleen maar lopen zaken of ga je ook nog meehelpen? Allee, ik ga al. Ah ja, zullen we een beetje testen? Testen? Hoe bedoel je testen? Ah ja, we moeten toch eerst dat product testen, of niet? Maar sinds wanneer gebruik jij drugs? Ah ja, het is toch alleen om uit te proberen? Ja, maar je gaat hier toch geen coke snuiven? Ben je wel helemaal gek geworden? Een klein beetje kan toch geen kwaad? Ja, ik ga het niet doen. Waarom moet je altijd zo bang zijn, hè? Als we bij Erik zouden zijn, zouden we dat ook gewoon moeten doen. Jij wilt toch net zo graag bij een groep horen als ik? Ik wil helemaal niet met Erik en die loose vriendjes van hem omgaan. Ik wil met jou omgaan. Hé, maar jij bent helemaal geobsedeerd door hen. Maar ja, we kunnen toch niet ons hele leven met alleen maar met z'n tweeën blijven hangen? Natuurlijk wel. Hé, wat is daar mis mee? Fuck ja, gast. Je bent echt gek geworden. Ik ga weg, ik hoef hier niks mee te maken te hebben. Fuck ja, man. Pussy. Ja, met mij. Ja, ik heb een pakketje. Waar moet ik het afleveren? Hoezo, ik heb je pakketje? Ik ben er niet met Alex gegaan. Jawel. Maar hij is niet gesmeerd. Hij wou er niks mee te maken hebben. Je kan hem niet zomaar weg laten gaan, hè? Dan gaat hij ons snitchen. Ik ben keilang bevriend met hem. Hij zou zoiets nooit doen. Luister, Frits. Als jij niet zorgt dat Alex zijn bek dicht blijft houden, dan zorgen wij ervoor dat jullie allebei niks meer tegen de politie kunnen zeggen. Hé, hey Alex. Wat doe jij hier? Ik moest van een Erik achterhoe aan, hè. Van Erik? Wat heb ik gedaan dan? Je kan niet zomaar weglopen, hè. Heel de groep denkt dat je aan het praten bent. Aan het praten? Kies jij nou echt die groep over mij? Alex, jij begrijpt het echt niet, hè. Anders komen ze straks achter ons allebei aan. Maar ja, achter ons allebei, wat willen ze gaan doen dan? Wat doe je nou, man? Sorry, man. Wat? Ah!